Museumtijdschrift 7 zet maar liefst twee vrouwelijke kunstenaars van 90 plus in het zonnetje. Draadentovenaar Sheila Hicks prijkt op de cover en de Zuid-Amerikaanse grootheid Beatrice González, bijna 92, krijgt eindelijk de aandacht die ze verdient. Museumtijdschrift 7, vanaf nu in de webshop, vanaf 15 oktober in de winkel. De Amerikaanse, in Parijs wonende Sheila Hicks maakt al meer dan 60 jaar kunst met draden, geweven, geknoopt of opgewonden als een bolletje en altijd betoverend van kleur. Niet voor niets begon zij haar carrière als schilder. Twee Duitse musea tonen een gezamenlijk overzicht van deze grande dame van de textielkunst. De 19e eeuwse, vanuit Parijs opererende Arie Scheffer spiegelde zich aan beroemde Franse collega's als Théodore Géricault en Eugène Delacroix. Met zijn romantische, politiek geëngageerde schilderijen was hij zelf ook geliefd bij vorst en volk. Het overzicht in zijn geboorteplaats Dordrecht laat zien dat Scheffers werk meer is dan religieus gezwijmel. Beatrice González is in Zuid-Amerika allang een gevestigde naam, maar in Europa was tot nog toe weinig interesse in haar felgekleurde, emotioneel geladen werk. Haar Europese tournee start, bijzonder genoeg, in Museum de Pont in Tilburg. Veel meer kunstplezier biedt Museumtijdschrift, met onder meer de column van Pauline Broekema over de blauwe winden van Elspeth Diederichs. Zin in een tentoonstelling dit najaar? Met Museumtijdschrift bent u op en top voorbereid op uw museumbezoek.